dat de gezondheidszorg in Nederland onbetaalbaar dreigt te worden. Al maar stijgende kosten van de medicijnen spelen daarbij een belangrijke rol. Want de farmaceutische industrie dicteert de prijs. In een land hier ver vandaan, in Nieuw-Zeeland, hebben ze daar iets op gevonden. Maar daar was wel moed voor nodig. De voormalige Nieuw-Zeelandse minister van Volksgezondheid, Annette King, u kijkt nu via Skype in haar werkkamer, bedacht een plan om de kosten van medicijnen fors omlaag te krijgen. Het is verbazend simpel. Niet de arts, maar een commissie van wetenschappers bepaalt welk medicijn bij welke kwaal het beste is. Voor elk medicijn wordt een openbare aanbesteding uitgezet, waardoor fabrikanten hun medicijnen tegen scherpere prijzen aan moeten bieden. Dat kan mede doordat farmaceutische bedrijven geen geld meer hoeven uit te geven aan marketing, zoals artsenbezoeken, congressen en leuke reisjes. Zo is er voor elke patiënt een goed medicijn, maar werden de oplopende kosten van gezondheidszorg drastisch omlaag gebracht. Can you see me? Het aanbestedingsmodel van Nieuw-Zeeland is internationaal beroemd geworden als het Kiwi-model. It's a mouse. It's a bird. See it? Can you see it? It's a bird, a flightless bird. That only comes out at night. It's a funny symbol, isn't it? Well, we have an agency in New Zealand called PharmAC, which is a government agency that has a board of directors, and they are given a budget, and they are required to go out and get the best price possible for high-quality drugs. And they have learnt techniques over the years to be able to tender for drugs and to do contra deals on drugs that gives us a lot of pharmaceuticals for quite a small budget. Het Kiwi-model kent veel voordelen. Maar voordat we in Nederland aan de slag gaan, moeten we te raden in België. Twee huisartsen daar hebben zich ingezet om het Nieuw-Zeelandse model ingevoerd te krijgen. Maar zij kwamen erachter dat dat niet zomaar gaat. Daar staan we. Ik ga maar zitten. Dit is de communistische huisarts Dirk van Duppen. Hij ontdekte het model een paar jaar geleden, toen hij zich afvroeg waarom medicijnen toch zo peperduur zijn. En hij startte zijn eigen onderzoek. Zo ontdekte hij dat dezelfde medicijnen in Nieuw-Zeeland tot wel 10 keer goedkoper waren. Hij besloot er een boek over te schrijven. Over het waarom van de hoge medicijnprijzen. En toonde tegelijkertijd aan dat dat vele malen goedkoper kan, dankzij het Nieuw-Zeelandse Kiwi-model. Ik heb deskundigen geraadpleegd, ik heb proffen geraadpleegd, ik ben aan een literatuurstudie begonnen. En dat gaf me zo'n hoeveelheid materiaal dat ik er op den duur een boek ben gaan overschrijven, dat eigenlijk een bestseller is geworden. Ook de liberale huisarts Jacques Cherlot maakte zich boos over de hoge medicijnkosten. Als arts kon hij daar niets aan veranderen, maar als politicus wel. Dus nam hij zitting in het Belgische parlement. Nee, wel diarree gaat het nog. Spierpijnen. Ja, aan de buik. Daarom ben ik ook in de politiek gestapt. Ik ging de wereld veranderen. Ja, en dan kom je met een verhaal dat je niet kan staven. En dan plots is dat boek van Dirk van Duppen daar. Verdoemen met de cijfers. Daar had ik allemaal geen tijd voor. Daar had ik ook niet de kennis van om dat zo uit te werken. Terwijl hij daar in feite op papier zette wat ik al lang vermoedde, maar niet kon verkopen. Hij wel. Hoeveel sigaretten per dag, jongeman? Te veel, hè. Ja, ik hoor het. De problemen die we in dit land kenden en waarvan we wisten dat ze enkel maar zouden toenemen, daar had men blijkbaar aan de andere kant van de wereld op een heel handige manier een oplossing voor gevonden. Zonder aan de kwaliteit van zorgen te geraken. Uiteindelijk was ik ook wel een beetje jaloers dat een Dirk van Duppen als communist dat ontdekt had. En in feite mijn nieuwsgierigheid prikkelde. En ik kon het met hem alleen maar eens zijn als het ook waar was natuurlijk. Stress, spanningshoofdpijn. Ja. En mijn lichaam voelt zo... Pff. Maar is het wel waar wat dokter Dirk beweert? Lost het Kiwi-model echt het probleem van de stijgende medicijnkosten op? Daar kun je maar op één manier achterkomen.
Ja, verzorg u. Ja, zal het weekend. Oké. Door zelf naar Nieuw-Zeeland te gaan. Jacques wist het parlement te overtuigen dit Kiwi-model onder de loep te nemen. En in 2005 vertrok de zogenaamde Kiwi-commissie. Maar zonder Dirk. Ja, maar ik kreeg geen ticket van hem. Het was al niet voor de senatoren. Ik was geen senator. I can laugh when things ain't funny. Happy go lucky me. Nou, we kunnen de vlag uitvangen, hè? De Kiwi. La Commission Kiwi. Opgetogen gaat de commissie op weg. En in Nieuw-Zeeland worden ze met open armen ontvangen. Zelfs de Belgische vlag wordt gehesen. Het draagvlak voor het Kiwi-model is groot. Senatoren van alle politieke plumage steunen het. Het belangrijkste bezoek brachten ze aan de minister van Volksgezondheid, die destijds de farmaceutische industrie trotseerde en met brede steun van het parlement het Kiwi-model doorvoerde. Annette King. And you're on. You're from the Belgian Parliament, and you're on a tour, yes, looking at healthcare system and especially about pharmaceutical. Yes. How do you manage to keep drug expenses under control? The PharmAct model in New Zealand is supported across the Parliament from the left and the right, and we've backed it for many years. You have to have the political will in a country to take on the pharmaceutical companies, actually, because at the end of the day, our aim is to get the best deal out of the health dollar for the patients. And obviously, pharmaceutical companies are looking for the best deal they can get for their profit. So you do run up against a different approach. And we've had to take some tough decisions with pharmaceutical companies and steer them down at times. Iedereen van de commissie is het er eigenlijk wel over eens. Het Kiwi-model is een revolutionair plan. Goedkoper, beter en eerlijker. Maar terwijl de senatoren nog nagenieten in het Belgische café in Nieuw-Zeeland, slaat de farmaceutische lobby zijn slag. Op dat ogenblik had de farmaceutische industrie ook al de politieke partij bewerkt. Dat daar wel eens iets afgrijzelijks afkwam uit Nieuw-Zeeland. In een land als België, waar 25.000 mensen, tussen aanhalingstekens, wetenschappers en anderen, te werk gesteld zijn in de farmaceutische industrie, zou dit wel eens afgrijzelijke, nefaste gevolgen kunnen hebben voor de tewerkstelling in België. En in feite was er al een, voordat we terug waren, een enorm signaal van, kom aan jongens, wat jullie mensen daar bezig zijn, dat trekt helemaal op niks. Dat is een nachtelijke zitting geweest waar de farmaceutische industrie op dat moment miljoenen euro's op tafel legde om er maar voor te zorgen dat dat Kiwi-model niet in wetten vastgeankerd geraakte. De farmaceutische industrie reageert zo gevoelig omdat ze in het Kiwi-model geen invloed meer hebben op de keuzes die de arts maakt. Tot dan toe hadden de vertegenwoordigers van geneesmiddelen vrij spel. En soms kwamen ze wel met 5 per dag. En eigenlijk hadden ze allemaal een beetje hetzelfde pakket. En allemaal probeerden ze de arts te beïnvloeden, zodat hij hun geneesmiddel voorschreef. Elke grote firma ook die zich gerespecteerd wou, had wel haar cholesterolverlager. Dat was een markt, dat is een markt. Waanzin. Dit had niets meer met de geneeskunde te maken. Dit was gewoon puurste commercie. Ik ben op een bepaald ogenblik ook tot het besef gekomen dat in feite niet echt wetenschap, niet echt zorg om kost, mijn pen vasthield. Maar het moment, de firma die mij benaderd had, daarom niet rechtstreeks om mij om te kopen, maar op een handige manier haar product voorstelde, zonder stil te staan bij de prijs. Dat geeft een onhebbelijk gevoel van dat er iemand langs u staat die met een gezellig etentje, eens met een bezoek aan het voetbal, op een zeer gewikste commerciële manier, zonder schuldgevoel, overhaalde om dat product of een ander. Ze zijn elkaar waard, waarom schrijf ik dat wel voor? Wel, die vertegenwoordigers, als je niet oppast, dan had je op een bepaald ogenblik had je er 10 op een dag. Uiteindelijk was een aanpak ronduit agressief te noemen. Het Kiwi-model maakt de keuzes vooraf.
Dus de arts hoeft die keuzes niet te maken. Het is op wetenschappelijke bevindingen dat de beste producten geselecteerd worden waarbinnen de arts nog kan kiezen. Maar dat, het Kiemodel ontkoppelt eigenlijk de arts van de beïnvloeding van de farmaceutische industrie op die manier. Want ze hebben hun formularium en daaruit wordt gekozen. Dus marketing heeft geen zin meer met Kiemodel. Dus de marketingbudgetten slinken enorm. En dat maakt enorme hoeveelheden geld vrij voor innovatief onderzoek. Want marketing is 2 keer zoveel dan nu in research en development wordt geïnvesteerd. Vrouwen vinden het een eng ding. Sommige vertegenwoordigers van farmaceutische maatschappijen ook. Eurocommissaris Nelly Kroes deed ook onderzoek naar de farmaceutische industrie. En ook zij kwam tot die conclusie dat het bedrag dat wordt uitgegeven aan marketing van medicijnen 2 keer zo hoog is als wat wordt uitgegeven aan onderzoek naar nieuwe medicijnen. Maar wat moet je met al het geld dat je overhoudt als je overstapt naar het Kiwi-model? When you look at the costs of other countries and the money they spend on pharmaceuticals and compare it to New Zealand, you will see that we do remarkably well. And the money we save, we put back into more pharmaceuticals. So we don't bank it and put it away in the consolidated fund. We use it to be able to purchase newer drugs, more drugs, the latest drugs for cancer treatment or whatever it is. So it has been a very successful model, and many countries have come to New Zealand to look at how PharmAct works with the idea that maybe they would implement it. Om het Kiwi-model optimaal te implementeren, moet je fundamentele keuzes maken. In België is het model in de kiem gesmoord. Wat is dan de aanbeveling voor Nederland? What I think you'll find is that as soon as you attempt the PharmAct model, that a lot of pressure will go on your politicians. And not from the public necessarily, but from big pharmaceutical companies. They do not like the New Zealand, as you called it, the Kiwi model. They do not like it because it does restrict profits.